Ja, het was al duidelijk dat het een hele belangrijke wedstrijd zou gaan worden. Want de dag ervoor had Lions gewonnen en Volendam met punten gepakt. Dus ja, die staan allebei op 8 punten. En wij en Engel die stonden op 3 punten. Dus ja, om enige aansluiting te houden met, ja, met de eerste of tweede plaats is een kans houden op de finale. Moesten wij punten zien te pakken. En ja, bij 1-0 uit. Altijd een lastige wedstrijd. En, ja, ik ben blij dat we dat hebben weten te realiseren. Nou, ik denk dat wij wel onze dekking redelijk goed stond. De enige waar we niet echt vat op hadden was van Schier op de cirkel. Maar ja, voor de rest waren de momenten dat we echt even eroverheen liepen. De dekking stond goed, Thijs stond lekker te keepen. En ja, daarbij kwam ik die beleving die vanuit de bank werd gebracht en ook door de spelers in het veld. Dat ja, was mooi om te zien, denk ik, op de tribune. Dat denk ik dat uiteindelijk wel onze overwinning heeft gebracht ten opzichte van 1-0. Ja, zeker. Je merkte dat ja, in de competitie en vorig jaar ook, dat ja, de beleving vanuit de bank was minder. En nu merk je dat ja, die beleving die is heel erg goed. En dat kreeg de spelers in het veld ook even op als ze een keer wat tegenzit of iets dergelijks. En ja, dat geeft toch wel kracht om door te gaan en toch tot het einde door te vechten voor die 2 punten. En gelukkig is dat gelukt. Nou, de thuiswedstrijd was inderdaad een mooie wedstrijd. Die hebben, ja, hebben een goede pot gespeeld, ook in het collectief weer. Veel beleving, thuispubliek erachter. En daar hebben we de 2 punten weten te pakken. En ja, de uitwedstrijd, ja, door een aantal factoren hebben. En toen speelden we ook geen goede pot, hebben daar, zijn we inderdaad hebben toen dik verloren. Maar ja, gezien dat we weer compleet zijn met de groep, de beleving is goed, de sfeer is goed, dan ja, schat ik onze kansen redelijk goed in. Nou, ten eerste weer naar het collectief toe, veel beleving vanuit de bank, vanuit het veld, hopelijk ook natuurlijk vanuit het publiek, ik denk dat dat wel goed zit. En vanuit daar gewoon een sterke, solide dekking neerzetten. En vanuit daar ons snelle tegenaanval spelen en ons eigen spelletje. En er een goede rust bewaren en niet als gek laten maken. Doordat hun ja, de laatste partij dik gewonnen hebben. Omdat ze eerste staan. Gewoon van onszelf uitgaan en niet van hun. Ja, ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Ik weet zeker dat het een mooie pot gaat worden, ook qua beleving. Het zal niet altijd mooi handbal zijn, maar wel heel veel emotie en strijdlust. En wij willen graag de 2 punten thuis hier in de hal houden, dus kom kijken en ons aanmoedigen.